Lieve mensen, abonneer je als je een smerige poster van Lana wil zien. Lieve mensen, abonneer je, dat wil zien. Abonneer nou alsjeblieft. Kom op jongens, even serieus. Maar, dames en heren, op dit moment... Ja, ik ga het toch weer laten zien. Ik durf het bijna niet te doen, maar ik ga het toch weer laten zien. Het is toch een pijnlijk dingetje. Ja, dat is wel echt kut. Het is een heel pijnlijk dingetje, lieve mensen. Wat is er nou aan de hand te lopen te wezen? Ik heb hem weer verkocht. Ja, ik ben er niet trots op. Ik ben er niet trots op, dames en heren. Ik ben er absoluut niet trots op. Maar ja, weet je wat het is? Ik dacht, als ik hem nou nu verkoop voor 4,7... Dan is hij dadelijk minder waard, maar hij is 4,6. Maar waarom zou je hem niet verkopen voor 4,7 als je hem toch krijgt in je playerpicks, lieve mensen? Want we zijn er weer. Ik heb er zoveel zin in. We hebben eerst even deze pack. Moeten we eerst even kijken of dit iets is. We kunnen al die andere pack nog openen. We moeten eerst even kijken of deze wat is. Het zal waarschijnlijk dikke stront zijn wezen. Lieve mensen, het wordt camera. Hou je vast. Pak de camera erbij. Oh god, Verratti. Wie is dat nou? Verratti Tollerino. Perino, Pollegino, Pellegrini, lieve mensen, Rabaccini. Ik spreek met Henk. Wie is Henk? Henk. Kunt u Henk? Wat is uw achternaam? Henk, Belu. Henk, Belu. Belu. Lieve mensen, Henk. Meneer Henk, wat is dan uw achternaam? Want dat hebben we niet zo goed meegekregen. Henk, Belu. Hoe spel je dat? B. Belu. Dames en heren, ik mis een centrale verdediger en ik mis een aanvaller. Dames en heren, ik wil eigenlijk Müller ook weg hebben. We moeten nu echt even uit onze player picks moeten we iets fantastisch krijgen. En dat moet nu echt gebeuren, want anders word ik zwaar agressief. Die twee, ja, natuurlijk dikke stront zoals we weten. Het is altijd weer net niet, het is altijd weer kut. Ik ben gestopt bij 14-2. Ik had er zin meer in. Kutspel. Maar, wie weet krijgen we Ben. Wie weet. Tuurlijk, Alexander Arnold. Die heb ik nu op rechtsback. Doe Alexander Arnold, maar ik weet ook niet meer waar ik het moest zoeken. Doe maar gewoon Alexander Arnold. Ik snap het ook niet meer. Ik weet ook niet meer wat links en rechts, lieve mensen. Over Hummels hadden we ook wat trouwens kunnen doen. Maar ja, Hummels krijgen toch wel nog een keer. Want ja, of Sommer. Carvajal. Nee, Sommer. Oh, Blak. Die heb ik al. Fuck. Carvajal. Doe maar Carvajal dan. Nou, kom op. Geef ons weer een back, lieve mensen. Wie is het dan, alsjeblieft? Nou, Sommer nog een keer. Carvajal. Wie is de derde? Kimmich. Ik heb wel ergens het gevoel dat Kimmich beter is dan Müller. Gaan we achterkomen. Nou, fantastische playpicks. Godverdomme zeg. Ik weet ook soms niet meer waar ik het zoeken moet, lieve mensen. Gaan we nog een weekendje door bij Weekend League? Moeten we nog een weekendje Weekend League spelen? Ik weet het allemaal niet. Willen jullie dat ik nog een weekendje Weekend League speel? Lieve mensen, willen jullie dat? Duits. C-A-M. Dit moet wel reus zijn. Euziel, ik heb geen idee wat ik zei. Echt niet. Echt geen idee. Ik heb geen besef ook. Nog een megapakket. Wat is het dan, jongens? Wat is het dan? Kom op. Geef me dan even iets lekkers. We willen toch een keer. Oh, we hebben zo heen, joh. Hey, ik zit nu naar die kaart van Ben te krijgen. En ik zou hem wel ontzettend graag willen. Maar ja, ga ik niet krijgen, niet. Ik ga hem gewoon doorklikken een keertje. En dan weten mensen niet wat ze overkomen. Want ik zag dat het een walkout was. Maar wat is het dan? Oh, Nana. Fantastisch. Zo blij mee. Een megapakket. Mensen, ik moet het trouwens nog een SBC doen. We moeten nog een SBC doen. Dat hebben we nog niet gedaan. We moeten nog even een SBC'tje doen. Ik ga nog even een SBC'tje doen. Want die hebben we nog helemaal niet gedaan. We moeten even die SBC doen. Müller gaat weg. Dat moet wel. Ach, een team of the season. Frans. Spits. Ben! Ach, oh, god. Ik had die gast uit mijn playerpicks, lieve mensen. Ella Koeken, lieve mensen. Het is op zich wel een redelijke pack. Alleen het is table. Oh, dan is het wel lekker. Ja, kunnen we quicksellen in principe, hè? 132. Nou, je mag hem hebben voor 135. 1,35. Te weinig. Ik denk dat hij niet gaat verkopen. Oké. Dit mag gewoon allemaal een club. Oké, nou, 2 teams of the season in de pack. Op zich prima. Ik denk niet dat Alexander Arnold anytime soon gaat verkopen. Maar, dames en heren, ik heb zoiets bij mezelf. Wat hebben we op rechtsback? Oh ja, we hebben natuurlijk Mooiboy Toyboy. We kunnen eventueel Mooiboy Toyboy hier doen. Doen we Mooiboy Toyboy doen we hier. Doen we hier doen we naar Carvajal. Ja. Müller doen we weg. Ja. Doen we... Ja. Ja, is er een linksback die een beetje kan ballen, lieve mensen? Wat moeten we doen? Ik vraag me af of we een beetje een linksback hebben die gewoon een beetje wat van kan. Hier zo conceptspelers aan. Wat doen we dan? Hier zo Robertson hebben we dan. Telles! Telles moeten we hebben. We gaan Alex Telles. Terug van weg geweest. Nog steeds gevreesd. Rekker van de DHC. 180 cc. Verkoop die hap. Gekocht voor 400k. Is nu 230. Nou, verkoop die hap. Prima. Doen we daar Telles. Eigenlijk moeten we Ben halen. Ben moeten we altijd halen. Ben, het fenomeen. Maar we willen eigenlijk even eerst even Maxi Meiland. Maar daar hebben we nog even packs voor nodig. Maar we gaan eerst onze CVM halen. Onze CVM. Dames en heren. Daar hebben we van geleerd. We gaan hem halen. Wie is het dan? Ik heb geen idee. Ik hoop dat hij hier nog ergens is. Spelers. Haha. Deze gaan we halen. Oké, de eerste hebben we. Oké.
Oké, lieve mensen, daar zijn we weer. Daar gaan we. We moeten hem inleveren. Ik weet niet of ik te hoog zit. Het interesseert me allemaal niet. Zon, weg ermee. We hebben onze nieuwe middenvelder. Ongelooflijk is ze weer. Oh, wat hebben we hier zin in. Oh, wat is die goed ook. Ik ben oprecht benieuwd of de beste man goed is. Maar ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Laten we hem gewoon even proberen. Luca. Hij ziet er in ieder geval best wel goed uit. Lieve mensen. Luca. Nou, is toch leuk, lieve mensen. Is toch leuk. We hebben Luka Modric. Nou, wat een kaartje. Mensen, we hebben nu ons team. Moet alleen nog Alex Telles. Dat betekent dat we gewoon een hele goede speler hieruit moeten pakken. Ik weet het voor de rest ook niet. We moeten gewoon echt een goede speler zijn uit het premium team van de weekpakket. Anders redden we het gewoon niet qua coins. Anders redden we het niet. Mensen, daar gaan we. Hij moet hierin zitten. Hij moet in dit pakketje zitten. Anders zijn we echt zwaar lul, lieve mensen. Als we weer een pakketje krijgen met de Engelse vlag of de Duitse vlag... of de Spaanse vlag, dan zijn we de lul. We moeten echt minimaal 600.000 uit dit pakketje krijgen. Wat is het dan? Kom op jongens, alsjeblieft. Geen Engelse of Duitse vlag. Nederlands. Dat meen je niet. Oh. Mijn. Yeah! Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij. Oh, lieve mensen. Ik heb Virgil van Dijk verkocht. Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij. Holy shit. Yes! We pikken hem! Yes, vochtigen! Yes. Oké, dit is wel heel lekker. Oké. Het kan nog eventueel wat achter zitten. Kimmich, Alexander-Arnold. Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Kimmich, wat ben jij? Ah, dat is niet veel. Ah, shit. Oh, we hebben Virgil. Oh, wat lekker. Wat lekker. Oh, dit is top. Dit is top. Yes. Oké. We hebben hoop. Er is licht aan het einde van de tunnel. Er is echt licht aan het einde van de tunnel. Wat gaan we nu doen? Mensen, ik ga even puzzelen. Ik kom later bij jullie terug. Zo, lieve mensen, daar zijn we weer. We gaan het doen. Ik heb even over nagedacht, lieve mensen. Ik heb er echt even over nagedacht. En uiteindelijk... Oh, kut, je ziet hem al. Wacht, kut. Dat mag je niet zien. Natuurlijk, omdat we Virgil van Dijk 99, moeten we een beetje improviseren. Ik wil sowieso nog een nieuwe icon erbij. Kleddes kunnen we nu wegdoen. Johannes kunnen we niet wegdoen. Modric nieuw. Cavagal nieuw. Ramos in het centrum. Moet allemaal hartstikke goed zijn. Telles op Tiefstra is gewoon extinct. Is extinct, lieve mensen. Extinct. Dus, wat gaan we doen? Mij lijkt het allerbelangrijkste dat we toch weer, hopelijk, dames en heren, we gaan weer naar de transfermarkt. En het wordt waarschijnlijk weer helemaal niks, maar we gaan het wel proberen. Ah ja, weet je, we maken het uit. Einde van FIFA. 4.8 weer betalen voor Ben. Weet je, Ben is gewoon standaard. Ben moet je gewoon altijd halen. Weet je, dat is gewoon degene die er altijd gewoon bij hoort. Hebben we nog genoeg voor deze grap? Even kijken of dit nog genoeg is. Even kijken. Nee, maar... Ja, precies. Dus die hebben we dan. Alleen de cam. Ik wil eigenlijk de headliner. Kan die niet? Hey, 3.7. Nee, komen we tekort. Oeh, dat is vervelend. 1.750. Nou, prima. Pleur hem erin. We maken het allemaal nog uit, jongens. Pleur hem er gewoon in. Het interesseert me allemaal geen ene tering meer. We gaan het weer een keer proberen, een weekend lang. We kunnen nog een leuke linksback kopen. Wat is de beste linksback van het spel? Breek me de back niet open. Ben, ja, hup. Breek me de back niet open. Hup, weg. Wat we ook kunnen doen is eigenlijk gewoon een icon kopen daar zo. Wie is de duurste linksback van dit spel, lieve mensen? Wie is het? Wie hebben we nog meer? Fico, Carlos, Prime Moments. Hoe duur is die grap? Hebben we daar genoeg voor? Carlos, lijkt me wel een fantastische back. Alle bal op Carlos. Is die... Ja, 1.2, hebben we dat? Zeker, wij gaan 1.3 gewoon neerleggen voor onze... We kunnen ook Cruijff eruit gooien. We gaan hem gewoon kopen. Weet je, mensen, we zitten gewoon op het punt. Het maakt gewoon niet zoveel meer uit. We gaan gewoon lekker Roberto Carlos kopen. We maken het allemaal nog uit. Hierzo, up. Carlos, Roberto, maximale koopprijs is 1.2, nog wat, 6.50, hoppakee, pleurt er een ankertje overheen en we kunnen gaan, tuurlijk, hoppakee, maak ons het uit. Carlos, nieuwe icon, weet je, we hebben het nog niet geprobeerd, we gaan gewoon een beetje kijken, joh. Maakt het allemaal nog uit. Even kijken, wie kunnen we allemaal nog doen, op jou moeten we wel even een ankertje zetten, dat is prima.
Op Ben moeten we nog even een schuttertje. Ja, eigenlijk wil ik op jou ook wel een beetje snelheid. Kan mag ook wel. Ik wil eigenlijk op jou een beetje een schuttertje. Havikje. Hoppakee. Heeft hij alles 99 daar. Schuttertje. Nou, helemaal goed, lieve mensen. Dit is het dan. Dit is het team. We gaan het proberen. Ik heb geen idee of het gaat lukken. Waarschijnlijk niet. Dit is de opstelling dus, zoals jullie weten. Nee, natuurlijk niet. Hier komt La Koeken, lieve mensen. Pleurt op de neer. We gaan beginnen met La Koeken, lieve mensen. We hebben er zoveel zin in. Ja. Alle ballen La Koeken. Oh, Ben. Oh, La Koeken, natuurlijk. Het doet het weer. Het is ongelooflijk. Hij denkt, hij gaat naar zijn linker. Maar hij kan natuurlijk ook met zijn derde been, lieve mensen. Komt hij weer. La Koeken, tweede paal. Hier zo moet hij komen, La Koeken. Hier zo moet hij komen. Ja hoor. Ah. Daar is hij. Natuurlijk. Het is weer La Koeken, lieve mensen. 20.000 likes en La Koeken gaan de basis. Gaat dwars door zijn tegen. Oh, dat is overtreding. Oh, hij wil niet fluiten. Hij wil niet fluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog op deze video zou ik ook waarderen. Lieve mensen, de groeten. De groeten. Groeten aan La Koeken. 20.000 likes, La Koeken in de basis. Zie jullie dan.